winner. And I'm delighted to announce that the winner of the European Green Leaf for 2022 is Winterswijk. Congratulations. Very well done. Yes. Yeah. Yippee. Yay. Congratulations, Winterswijk. Welcome to the stage. Nou, het bloed ging harder stromen, hè? Ja, het was wel spannend, want we waren natuurlijk... eerst had al een andere plaats gewonnen en toen uiteindelijk hoorde je het Winterswijk. En toen was ik toch wel heel erg trots. En ook wel... was toch wel een soort ontlading dat we met z'n allen daar waren. En dat je dan wint. En voor de eerste keer en voor het eerst zo'n kleine gemeente als Winterswijk. I'm a little bit surprised. Yippie! Nou, een heel gemêleerd groot gezelschap, superleuk, van jong tot oud, hè? Van kinderen tot de wethouder in de rolstoel. Ik vond het heel gezellig, ik vond het ook heel vermoeiend, zoveel mensen om me heen de hele dag. En het was ook spannend natuurlijk, hè? We gingen allemaal op weg naar die presentatie en dan moet je vlammen. En tussendoor zijn we even met alle kids daar in de buurt weer eens kijken bij een skischans en zijn we in het stadion beland waar Jari Liedman ooit had gevoetbald, noem maar op. Dus dat was tussendoor, hadden we heel even tijd om leuke dingen te doen, bij wijze van. In de avond mochten we nog onze echte presentatie doen. En toen was ook wel bijna iedereen op het podium gekomen. Nou, we hadden natuurlijk een filmpje van Sony. Dat was hartstikke mooi gemaakt. We hadden de fiets. Dus dat was ook wel heel spectaculair. Je moet je voorstellen dat bijna al die presentaties, denk ik, PowerPoint is. Maar toen kwamen wij met een filmpje en met een fiets en met kinderen. En je zag aan de jury gewoon dat ze ook ontroerde. En ze moesten ook regelmatig lachen. Ja, we hebben vooral laten zien, geen tabellen, maar we hebben vooral inwoners aan het woord gelaten. Hoe we op allerlei manieren in Winterswijk ondernemers, maar ook kinderen bezig zijn met duurzaamheid. En op het moment dat het dan daar is, dan heb je toch een stuk spanning. En als het dan gebeurd is, dan... Toch weer een ontlading, zeg maar. Lekker. Wij kwamen natuurlijk en met Tony met zijn lichtfiets en de kinderen. En we moesten kijken hoe die fiets naar binnen reed. En er moest nog een Achterhoekse vlag op. En, wasknijpers in het Fins, dus Pieki Polke. Die wasknijpers konden we nergens vinden. En we moesten toch echt de Achterhoekse vlag aan Tony zijn fiets zien te bevestigen. Je weet niet waar je naartoe gaat. Hè? Er waren een aantal plaatsen die waren al voor de derde keer gekomen. Wij dachten, nou, we moeten nog aardig aan de bak dan. Misschien moeten we volgend jaar wel terug. Maar ik merkte wel tijdens onze presentatie dat in ieder geval de jury geraakt werd. Er zat zelfspot in, humor. Het gaf een mooi beeld, denk ik, van Winterswijk, van de diversiteit. En van het feit dat het van onderaf komt, zeg maar, dat het gedragen wordt door de gemeenschap. Oeh, we hebben een big delegation. Welkom, come this way. Great to see you all. Very great to see you. Very good. Het was ontzettend leuk. Vooral nadat de ceremonie klaar was, was er in dat gebouw nog een soort diner. Nou, daar werden we natuurlijk vooral ook door anderen gefeliciteerd en veelal op dat moment ook gebeld door allerlei lokale en regionale media. Nou, en in Finland kennen ze niet een klein biertje, maar dan moest je direct een halve liter moest je daar bestellen. Nou, daar hebben we er een paar van gehad, maar we hebben ons natuurlijk netjes gedragen, ook met wethouder Frinks en de burgemeester. En daar was ook gewoon muziek en toen waren wij ook de hele tijd aan het dansen. Hoe ook de kinderen die mee waren echt die avond fantastische dansprestaties hebben neergezet. En ik denk dat ze uiteindelijk daar van iedereen wel de harten gestolen hebben. Mijn wens voor de school in Winterswijk is dat er op meer scholen ook Tiny Forest komt. This is a prize. Not for the municipality of Winterswijk, but for all the residents of Winterswijk. Ik zou de inwoners vragen waar ze behoefte aan hebben en daar subsidie op geven. Juist bij de huishoudens die het nodig hebben, wat kunnen we daar? Misschien wel vanuit de Green Leaf, ik noem maar iets, let's do it. Dat is ook een beetje Engels. Hè? Laten we daar overal ledlampen gaan hangen of wat anders, maakt niet uit. Maar kijken dat we die mensen ook een beetje gaan helpen, zodat energiearmoede in Winterswijk, dat we dat niet meer kennen, bij wijze van.
Ja, het is natuurlijk een heel mooi bedrag wat we naar Winterswijk hebben meegenomen. Ja, we hebben voor de grap al gevraagd of we dan gewoon een koffer met geld meekregen. Maar dat was niet het geval. Er moeten serieuze plannen onder liggen. En wat ik heel mooi vind is dat we eigenlijk waar onze hele presentatie over ging, dat we dat ook, het geld ook op die manier besteden. Dus het is vooral samen met inwoners kijken hoe je stappen kunt zetten naar die grote opgave toe om, ja, om echt te verduurzamen. En ja, daar gaat de komende tijd hard aan gewerkt worden. Dat zie ik eigenlijk vol vertrouwen tegemoet.